Oh, zie je hem nou echt groot door de cameralens? Wat vet, kijk dit! Is dat super vet? Het werkt gewoon. Hoe awesome is dat? Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Goedemorgen alle kijkertjes. Ik ga vandaag weer op trip. Het is vandaag dinsdag en het is net aan kwart over zes geweest. Het is echt heel vroeg. Ik heb mijn paspoortje gepakt. Want ik ga dit keer weer naar Parijs. Echt al de derde keer voor mij dit jaar. Ik mag nog niet zeggen voor welke game. Maar ik ga in ieder geval vliegen. Dus ik moet mijn paspoortje meenemen en ik moet naar Schiphol zometeen. Eerst even lekker ontbijten. Ik heb al mijn spullen hier klaar liggen. Ik mijn tas even inpakken. Vet motorhead shirt aan. En ik ga even lekker ontbijten eerst. En dan ga ik lekker richting trein vliegen. En ik ben vanavond pas echt weer om 11 uur op Schiphol. Dus ik hoop dat ik een van de laatste treinen gewoon kan pakken. En dan Rotterdam Centraal de fiets ik weer lekker naar huis. Dus met E3 wordt de game onthuld. Dus ik krijg hem al te zien. Heel vet. Dus zo meteen even haartjes doen nog. Moet wel gebeuren. De baard is gekamd. Het is inmiddels na 9 uur 's ochtends en we gaan bijna boarden. En we vliegen met Transavia. Het is echt bijna niet te zien met tegenlicht. Helemaal kut, dat is mijn vliegtuig. Maar op weg naar Parijs. Het wordt een hele lange dag. Ik ben waarschijnlijk pas vannacht ergens thuis. En, ik mag morgen misschien ook nog wel mee met Peter op trip. Ik weet niet of ik dat doe, ik weet niet hoe laat het is. Ik ga morgen eerst uitslapen denk ik. Maar ik ga lekker borden. Maar ik mag niet heel veel verder draaien. Want ik ben hier echt voor een top secret, echt 007 geheim wapen. Nee, voor een hele geheime game. FIFA 17. Dit is het enige wat ik mag laten zien en wat ik mag zeggen. Ik heb natuurlijk de game gezien, ik heb de game gespeeld. Er staan twee embargo's voor. Het ene embargo mag ik dit dus laten zien, het bord. Nog een keer. We zien in ieder geval wat het logo is en wat de kleur is. Dat mag ik laten zien. En als de E3 losbarst, dan mag ik opeens alles. Dan mag ik met mijn broek naar beneden, mag ik filmen, mag ik echt gameplay laten zien, alles. Maar voor nu is dit het. Ja, ik ben gewoon voor een dag naar Parijs, voor FIFA 17. Verder mag ik niks zeggen, sorry jongens. Maar ik heb nog nooit zo weinig detail mogen vloggen als nu. Dus ja, that's it denk ik. Jongens, goedemorgen. Het is een mooie dag. En een mooie dag om even naar Amsterdam te rijden. Dat ga ik doen samen met Marsa, onze koppersan. Want we gaan naar een escape room. Escape World in Amsterdam, die doen dat. En dat doen we voor Sherlock Holmes, de Devil's Daughter. En, Marcel, wat? Wat? Die zit vast. Ja, dat is vervelend. Dat is heel rot. Wacht, ik heb ook... Die voerplaatjes hebben een combinatie. Er staan nummertjes op. En moet je even rekensom maken. Ja, iets. I don't know. Wij gaan naar Amsterdam als ik Marcel heb bevrijd. Kijken of het lukt. Wel Marcel. Peter. Wel Marcel. Ze verstaan je toch niet? Oh, zie je hem nou echt groot door de cameralens? Wat vet, kijk dit. Is dat super vet. Het werkt gewoon. Hoe awesome is dat? Oh, nou jongens, we staan in een escape room. Ik heb het nooit gedaan, jij? Ik misschien een keer of zes. Oké, okay. We hebben nou een uur de tijd om hier uit te komen. Maar ik snap niet hoe je hier een uur over kan doen. Maar ze zeggen dat 20% van de mensen het haalt. Het is lastig. En de rest gaat het gewoon dood. Ja, maar we hebben jou, je hebt je pakje aan, dus we kunnen... Ja, we gaan hier dingen shit zoeken, denk ik. Jij moet ons leiden. Laten we dat niet doen als je niet wil dat het misgaat. Maar, is dat een afspraak? Oh, nice, kunnen we roken. Het is wel een uur, het is best lang. Het wordt een cijfercombinatie. Maar we hadden een brief hier met cijfers, maar het werkt niet, volgens mij. Hey, het kleed, jongens, guys, gasten. Het kleed. Een kleed. Hier, Ikea. Het is van Ilan, het is van Ilan. Dat zegt iets. Ilan. 4. Wow, kijk dan. Blauw is 4. We mochten niet te veel hints filmen, maar dit is nummer 4. Blauw is 4. Het kan ook gewoon
puur het merkje zijn van de vloer. Ja, maar als het blauw 4 is. Rood 6. Rood 6. Rood 6. Ah. Oh. Marcel is nou bezig met hele geïntegreerde cijfercodes hier in de kast. Nou, dat is ook lang geleden dat je daarin zat. Ja. Maar doet hij het of niet? Krijg hem draaien. Hij draait. Maar welke kant dan moet eerst? Is het... Ja, dat is de vraag. Ja, boven eerst lijkt me. Maar dit is dus een kast in kast, hè? Die stom te zeggen, maar we gaan echt volgens mij heel snel. Volgens mij, we hebben echt nog heel lang de tijd. Dus volgens mij gaat het goed hoor, Martin. Ja toch? Volgens mij. Wij zijn pro's. Dikke pro's. Ja, we zijn natuurlijk gamers, zijn ze niet gewend. Ja, dat is waar. Zou je niet professioneel kunnen doen? Je hebt allemaal professionele gamers, dat wij gewoon professionele escape room artists worden. Toen ik jong was, dacht ik, hoe vet zou het zijn als ik ook Ocarina of Time gewoon voor monies kon reviewen. Dat is ook gebeurd. Ja. Dus ja, het kan. Hoe vet zou het zijn als wij voor monies escape rooms kunnen gaan testen? Dat zou vet zijn. We gaan een escape room review komen. Dude, dat is serieus. Zullen we deze website samen starten? Ja, er zijn er echt 300 plus in Nederland. Dus nice. Ja, nou goed. Wat te doen. Houd je van de straat. Hou ik wel dit pak. Is dus in die kast, achter de kast, een tweede kamer. Dus die kamer gaan we checken nou. Maar die is wel donker, dus ik moet even mijn cameraverlichting regelen op mijn telefoon. Oh, er wordt al wat... Ah, hij is open. Wat vet. Kijk dit dan. Gewoon een tweede kamer. Serieus. Maar Marcel en de boys zijn goed bezig. Marcel is nu aan het rekenen. Er zijn niet heel veel kastjes en al die kastjes hier moeten open. Best wel heftig. Dat is wel lastig. Ik ging gewoon dit doen, balletje. Vind ik vetter. Vind ik makkelijker. Daar kijk, kan ik. Dat is mooi. We hebben nog 8 minuten. Martin is hier druk bezig met een soort balspel. Dat ik net helemaal verkloot heb, maar hij wel snapt. Dat is helemaal prima. Dus de tijd begint te dringen. Ik heb super veel puzzels opgelost. Deze escape room gewoon gecrackt en we hebben nog 6 minuten. Lekker Sherlock. 6 minuten nice. Spelen, man. We hebben het gewoon gered. Ja. Zoals we het goed lekker, jongen. Ja, gewoon een beetje snel in. Jongens, bedankt voor het kijken alweer naar deze vlog nummer 47 alweer. We zijn alweer bijna een jaar bezig met deze gekke weekverslagen van ons. Gek, hè? En ook gek ook dat ik me het hele weekend niet geschoren heb. Dan kun je zien als ik mij een heel weekend niet scheer hoe weinig baardgroei ik heb en hoeveel snorgroei ik heb. Ja, het is vreselijk, maar ook maar niet uit. Deze week, aankomende week, is de vlog iets korter. Die stond er met vrijdag. En waarom is dat? Nou, we gaan zaterdag vliegen Tom en ik naar de E3. En dat is de grootste gamingbeurs van de wereld. En er worden alle nieuwe games voor het komende seizoen zeg maar, aangekondigd. We kunnen heel veel spelen. Check dat, want dan komt er dus elke dag een vlog. Dus deze vlog die komt is tot vrijdag. We gaan onder andere de Tuk-Tuk opbouwen op AnimeCon. We hebben nog wel wat dingen te doen. Het is trouwens een hele drukke week, de week voor E3. Maar check vanaf zaterdag dus elke dag een vlog als Tom en ik in Los Angeles zijn. Dat wordt heel vet en stuur ons op pad, hè, want we hebben afspraken. Die agenda met afspraken gaan we overigens deze week ook aan jullie tonen. Kunnen jullie zien waar we precies zijn, op welk tijdstip. Maar stuur ons een pad via hashtag GNE3. Dat kan via Twitter, Instagram, Facebook, whatever je wil. Via Gamerset onder het agendabericht. Je kan overal je vragen stellen onder YouTube, onder whatever. Je vragen stellen over jouw favoriete games. Want dan gaan wij dat in Los Angeles op de E3 uitzoeken voor jullie. Dan gaan we echt naar de ontwikkelaar zeggen. Hé, nou wil ik gewoon dit weten. En zeggen ze waarschijnlijk no comment. Maar goed, heb je toch een leuke tweet gestuurd, vind je niet? En dus dat wordt heel erg vet. Dus check het vanaf aanstaande zaterdag. En deze week heel veel gamers met content vanaf de E3. Ook vooral volgende week, dan gaan we helemaal los. En bedankt voor het kijken. En doe dat duimpje en die retweet en die like. Gooi dat overal op, want gamers net is love. Gamers net is live. Mijn snor gaat er nu af.